Zo, tweede poging. Zo te zien is het beeld zo wat beter dan van de Canon camera. Nou, dit is mijn smartphone. Wat ik even wil laten zien, dat is de toekomst van de weathercam die ik heb. Dit is een deel van de nieuwe weathercam. Dit is het Raspberry Pi computertje. Dat is dus echt heel klein, daar kijk mijn vinger erbij. Mag mijn nagels wel eens knippen trouwens. Dit is de behuizing. De behuizing wordt meegeleverd met een aantal accessoires. Onder andere deze. Die zijn allemaal voor verschillende doeleinden. Als je de GPIO-aansluiting wil gebruiken, die heb ik er niet bij. Maar bij de andere Raspberry zit de GPIO. Dat is zo'n soort, flat cable connector. Dat is niet helemaal, maar met pinnen in ieder geval. Die zit er bij andere gewoon bij, maar bij de Zero moet je die erbij kopen. Dit is een Raspberry Pi Zero W. En dit is voor de camera. Bij het behuizingje zit ook nog dit. Dat zijn de pootjes. Ik weet niet of het gezien is. Er hebben dopjes voor onder de behuizing. En een flat kabeltje waar ik even niet weet wat ik ermee moet. Of waar dat voor is. Er zit namelijk ook een flat kabeltje bij de camera. Ik zal toch de grootste moeite moeten doen om die in beeld te brengen. Omdat die zo verschrikkelijk klein is en plat. Het is niks. Moet ik even kijken wat het is. Ja, onderaan zit zo'nzelfde, rechts is dat, zit zo'nzelfde ding als wat er op het bureau ligt, maar dan kleiner. Dat is een flat cable connector. Die zit op het printje ook. Daar past die flat cable in. Dus ik zal die wel niet nodig hebben. En aan de linkerkant, het kleine rechthoekje, dat is de camera. Dus dat denk ik. Nou, het is etenstijd. Ik heb al wel gegeten, maar ik weet niet of dat te horen was. Maar. Ja, het is lastig te zien in de plastic, maar dat is in ieder geval het cameraatje. Het is een hele goede camera. Ter indicatie, mijn oude office center kaartje. Dat is de grootte van een creditkaart. Dus het hele computertje hier is even breed. Maar is twee delen van de hoogte van de creditkaart. Dus zo klein is het. En dit is het de hele camera. Kostte €40. Wat er aan mijn geluk nog ontbreekt om het te laten werken, dat is een lichtnetadapter en een micro SD kaartje. En die past zo in het printje. Dus ter indicatie heb ik hier nog de gewone Raspberry behuizing, de 3 behuizing, ook van Raspberry Pi zelf, in dezelfde kleuren. En dat is dus het formaat van de reguliere Raspberry. En dit is de Zero, die is echt heel klein. Hè? Toen de eerste Zero uitkwam, dat was niet deze, maar dat was de voorloper hiervan. Deze heeft, dit printje heeft ook Bluetooth en wifi aan boord, maar de eerste die uitkwam. In Engeland heb je een blad. Ik dacht dat het Practical Wireless was. Ik weet het niet meer zeker. Maar in ieder geval, het was een van die bladen die bekend zijn in Engeland. Van de grote bladen. En ieder abonnee kreeg zo'n Raspberry Pi computertje. als inlay in het tijdschrift erbij. Gratis. Ook in de losse verkoop. Dus er zijn er toen veel van verspreid. En die zonder wifi, deze kost nu €17,50. Dat is wat duurder dan dat ze waren, maar je snapt dat wel. Dat geld is ook wat minder waard. Zonder wifi en zonder bluetooth waren ze €4,50. En die zaten dus gratis bij een tijdschrift. Ooit kreeg je bij de tijdschriften gratis. Dit is toch al 6 of 7 jaar geleden. Maar ooit kreeg je bij de computerbladen kreeg je gratis een floppy. En dan mocht je heel blij zijn dat er allerlei gratis software op stond. Nou, 6 jaar geleden kreeg je een gratis computer. En die was, die is die behoorlijk sterk ook nog. Je kunt er tekst verwerken op draaien, een browser, het werkt allemaal. Hè? Het is gewoon, je kunt er gewoon een toetsenbord en een scherm aan hangen. Maar goed, daar gaan we niet voor gebruiken. Dit ding gaat als cameraatje werken. En dan stuurt hij dus via wifi het beeld naar mijn router toe en zo gaat hij dan naar internet. Nou, dat was hem.